Ja, daar wordt altijd nog een heleboel veranderd. Want bij een proefvoorstelling kun je zien wat wij noemen waar de zakken zitten. Want er zit altijd in iedere productie een ogenblik dat het ontzettend naar beneden zakt. Dat noemen we dan de zakken. En de zakken moeten eruit geknipt worden. En dat geldt voor de tekst, dat geldt voor de muziek en dat geldt voor dialoog en liedjes. En dat is soms heel pijnlijk. En het is vooral pijnlijk voor de acteurs die soms een heel liedje of een stuk van een liedje moeten missen of een stuk dialoog. En als ze het eenmaal hebben ingestudeerd, dan zitten ze er soms erg aan verknocht. Dan willen ze het houden, maar dat kan dan niet en er moet dan in gesneden worden. Nou, dat is soms heel pijnlijk hoor. Is het dan geen enorme druk die op de auteur staat, die op het laatste ogenblik vaak nog een nieuw nummer moet schrijven om bepaalde dingen op te vangen? Ja, dat is een druk. Maar ik vind het niet zo erg. Ik vind in deze weken van de try-out zit je zo in spanning en zit je zo goed te luisteren in de zaal van doet hij het wel of doet hij het niet, dan is geen werk te zwaar. Dan wil je alles er nog aan doen. Dan wil je echt doorwerken om het goed te krijgen. Het hart is alleen maar een pomp, alleen maar een pomp en meer is het niet. Oorspronkelijk was voor de regie was Bernd Boudewijn gevraagd en voor de choreografie Paddy Stone. Voor de decors Nicolas Wijnberg, maar 6 weken voordat we met de repetities zouden beginnen, toen hadden zowel Bernd Boudewijn als Nicolas Wijnberg, die hadden bezwaar tegen het script, ze vonden het geen goed script en er nog een heleboel aan gedaan moest worden en veranderd moest worden, terwijl Annie zei dat het wel een goed script was. En die hebben toen hebben zich teruggetrokken, dus 6 weken voor de eerste repetitie zat ik zonder regisseur en zonder decorontwerper. Toen is Jan Beutener, die is ingesprongen voor de decors, en Paddy Stone heeft zowel de choreografie als de regie gedaan. De musical was uitstekend, het was eigenlijk heel fantastisch. En ik moet je zeggen dat het is, gereden bij die première nog heel duidelijk, en dat was een nare modewoord weer te gebruiken. Het was een hele bijzondere happening. Het publiek was echt uitzinnig van blijdschap en nummers zoals Waar we zijn normaal, plus de enorme vakkennis van en Mary en Connie als leading stars erin. Dat was een hele bijzondere musical. Ik geloof dat die nog steeds actueel zou zijn. Ik geloof dat die nog zou kunnen gaan. Was er al een duidelijke Paddy Stone stempel op de musical? Heel duidelijk, ja. Zover dat Paddy is natuurlijk nog een soort tovenaar ook. Dat is, hij kan. Annie zegt altijd ze vindt het altijd een soort zwerfhond bij een vuilnisbak. Hij weet precies de goede stukjes eruit te halen. En die geeft hij dan een enorme duw mee. Hij heeft een enorm gevoel voor theater en wat werkt. Maar zo verschrikkelijk veel verrassingen ook. Ik herinner mij dat nummer van Nostalgie van Connie en Mary, dat die tegen Mary en Connie zei, als je nu op dit moment de zaal in kijkt, krijgen jullie applaus. Dat ik iets van mijn opgetrokken schouders zo moeilijk voorstellen. Ze deden dat verdomd. Die kent dat vak zo verschrikkelijk goed. En had zoveel trouvailles ook in die musical. Ik vond het zelf echt een internationale musical. Is er een groot verschil in reactie, niet alleen op deze musical, maar ook bij andere musicals, tussen het publiek in Amsterdam, het publiek in de provincie, het publiek in Vlaanderen? Voor het publiek in Amsterdam is een heel intelligent publiek. Dan het publiek in de provincie, dat kan leuk zijn en minder leuk zijn. Maar het is soms heel vreemd. Er zijn steden waar een voorstelling echt de stilte voorbij gaat en de mensen willen dan toch dat ze een geweldige avond hebben gehad. Het heeft ook wel eens mee te maken met kleinere steden, als ze elkaar allemaal kennen, dat dan
iets geremd is, zoiets, dan is er iets van een remming als we elkaar allemaal kennen. Of het abonnementenpubliek wat niet de moeite heeft gedaan voor een kaartje. En er gebeuren ook hele gekke dingen. In het liedje van Zeur niet, van Annie Schmid, wat Annie Schmid geschreven heeft voor Heerlijk duurt langs. Daar zit in de scheldevrouw van de notaris uit Verhoer. En dus die tekst. En toen zat halve zaal in, die draaide zo om en die keek naar een mevrouw. Dus dit soort dingen gebeuren er dan. Dus dan, ja, dan remt dat misschien een beetje. Maar met in Leeuwarden herinner ik me nog wel, dat heeft het wel enorm succes gehad. En meneer Van der Molen die vond het nodig om toen een ontzettend slechte kritiek te verschrijven. De smaak staat hem vrij, maar het was zo'n zure kritiek dat ik heb zijn vrouw, daar heb ik een enorme bos bloemen gestuurd met een kaartje eraan, John de Kraan, en verder er niets op. Ik denk, ik moet zo vreselijk dat ik met zo'n zure man gaat trouwen. Dus ik had meelijden met dat mens en ze weten dus op dit moment nog niet waar ze het aan verdiend heeft. Ja, maar het is in Vlaanderen.